Welkom bij de Klimuur Centraal. Ik ben Sophie en vandaag gaan we Koen leren klimmen. We zijn in een klimhal. Het was voor mij ook een verrassing hoor, dat ik dit ging doen. Dat hoorde ik ook net voordat ik naar de trainings toe zou gaan. Wel leuk. Nooit eerder gedaan. Ja, vroeg met een partijtje, weet je. Maar toen was ik echt volgens mij een jaartje of 8 of zo. Ja, dat is wel hoog. Ik heb er wel zin in. Ik heb geen angst, dus dat is een goed teken. Ik moet alleen wel rekening houden met iemand die mij zekert. Ik hoop dat dat ook zeker is. Ja, houd me goed tegen. Welkom bij de klimmer. Thanks. We gaan zo meteen beginnen met het uitkiezen van een route. Nou, en als je een route kiest, dan hangt daar eigenlijk altijd een touw bij. Dus een beetje afhankelijk van welke route je kiest. Meestal kies je een route op de kleur die je ziet. En dan ga je naar beneden en dan zie je aan de bovenkant van het kaartje de kleur van de route. En dus welk niveau het is, hoe hoger het cijfer, hoe moeilijker die is. En aan de onderkant staat ook welk touwnummer je wil hebben. Touw 39 staat erop. Hij is heel hard aan het klimmen. Op een gegeven moment zegt hij blok. Blok. Dan doe je dus twee handen onderaan en zeg je blok oké. Blok oké. Ja. Jij twee handen aan de knoop en dan gewoon lekker te gaan zitten met je voeten tegen de muur aan. Nice. Goeie blok. Je mag langzaam gaan klimmen. Het is helemaal ook aan jou om even duidelijk te zeggen wanneer het snel gaat. Ja. Je gaat een hele makkelijke route in, dus waarschijnlijk ga je heel snel. Dus hou je carabine even een keertje goed in de gaten. Oké. Okay. Oké, Sanne, we gaan. Omhoog. Netjes. Weet je nog wat je moet roepen? Ja, blok. Ja? Ja. En dan moet ik die twee knoopjes, moet ik hem vastpakken toch? Twee handen op de knoop inderdaad en lekker gaan zitten. Goed, en als hij op de grond staat, trek je de slurf omhoog en geef hem even veel touw. Ja. Dat is eigenlijk een man. Is het zwaar? Valt wel mee. Ben je app voor wat moeilijker, zo wat hoger? Dat is goed. Het enige wat raar is gewoon echt letterlijk dat je gewoon moet vertrouwen op wat er achter je gebeurt. Dat is wel raar hoor. Blok. Yes. Tuurlijk. Hoe was ie? Ja, wel goed. Ja? Je gaat wel hier voelen. Ja, je gaat het wel voelen. Niet normaal. Wacht maar. Zo, we zijn net leuk wezen klimmen. Het was mijn eerste keer. Ik moet zeggen, echt zwaar hier zo. Dat betekent dus volgens mij dat ik het echt verkeerd doe. Maar ja, het was wel echt leuk. Twee keer tot helemaal bovenaan geweest. Nogal wat huisregels, wat begrijpelijk is. Want je moet je natuurlijk wel zeker voelen. Dat was wel leuk. Ik ga het wel vaker doen. Ik was al een paar keer eerder uitgenodigd door vrienden en vriendinnen om dit te gaan doen. Ja, en ik denk, weet je, als je steeds beter wordt, dat je steeds moeilijkere routes gaat doen. Ja, dan wordt het steeds spannender. Je hangt op je kop, je moet even springen, lichaamsverplaatsing. I like it. Ik denk dat ze over een paar maandjes dit weer gaan doen, dat we dan een andere route doen. En dan zal ik de vrienden en vriendinnen even uitnodigen ook. Wordt wel leuk. Volgende week gaan we weer wat anders doen. Volgende week gaan we waar ik vandaan kom, naar Alkmaar. Naar de gym van mijn beste vriend. En daar ga ik dan sporten met mijn vader. Nou, dat is al echt heel lang geleden. Mijn vader is inmiddels met pensioen. Die heeft zware blessures. Maar hij is inmiddels lekker begonnen met trainen. Dus dan is het ook leuk dat we een keertje samen weer dus ouderwets, zoals vroeger. Nou, dan denk ik dat ik een jaartje of 12 was dat we voor het laatst echt hebben getraind. Dat we dan weer kunnen trainen. Dus dan hebben we het over 20 jaar geleden. Lijkt me heel leuk.